Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag aangekomen in Cairns, samen met Sol. Hij zit even in de badkamer. We zijn net in ons appartement gekomen, een paar uurtjes geleden. We hebben even een dutje ook nog gedaan. Ook omdat we de deur niet op slot kregen, dus we wouden niet naar buiten gaan zonder dat de deur op slot ging. Maar na lang uitvogelen is het toch gelukt. Nou, toen wij hier als eerste binnenkwamen in het appartement, dacht ik al van, ja. Zeg maar, het bed is boven, dat wist ik al. Dat is op zich niet zo erg. Alleen toen we naar boven gingen, het was daar zo warm. We hebben hier wel een airco. Die staat hier zo in de woonkamer. Of in dit gedeelte, zeg maar. Alleen komt gewoon geen lucht boven. En boven heb je dan zo'n mini raampje. Oh, die moet ik zo even dicht doen. Dus ja, ik probeer die ook open te doen. Maar er komt gewoon echt geen frisse lucht naar binnen. Dus het is daar zo warm. Dan kan je gewoon niet slapen. Ja, en verder op zich is het hier wel prima. Dus wat we nu hebben gedaan is het matras van boven van het bed gehaald en hier naar beneden gebracht. Dus nu slapen we hier op de grond. Maar het is in ieder geval wel veel lekkerder, want we kunnen ook gewoon de airco aandoen. En ja, als je hier naar boven gaat, heb je ook zo'n rare balk waar je steeds voor uit moet kijken. Dus dat was ook al niet fijn. Kijk, ik zal het wel even laten zien. Hier, zeg maar, zelfs ik kan hier niet recht staan. Dus je moet bukken. Dus soms moet al helemaal gaan bukken. En dan kom je hierboven. En dan heb je hier het bed. We hebben nu alles eraf gehaald. Dus het ziet er heel gek uit. Zo dus. Dan hebben we hier wel een mini raampje. Maar ja, het is hier zo warm. Er komt geen warme lucht naar binnen. Er komt geen koude lucht naar binnen. Wow, eerder warme lucht. Dus deze ga ik gewoon even dicht doen. Want dat heeft toch geen zin. Dus we hebben nu het matras naar beneden gebracht en daar gaan we dan gewoon slapen. Want we blijven hier wel een week, dus we moeten het wel een beetje comfortabel voor onszelf maken. Nou, zo ziet het dus er beneden uit. Nou, nu is het echt een bende met onze koffers en zo. Maar eerst zag het er prima uit. En dit ronde tafeltje lag daar zo, of zat daar zo, voor de bank. En dat tafeltje met de stoelen, die zat dan daar. Maar nu hebben we ons bed hier. En dus de keuken. Dus op zich best wel prima. En we wonen 10 minuten van het centrum af. Op loopafstand. Dus dat is ook wel oké. Dan hebben we hier de badkamer. Hallo. Hi. Wat is dit? Ja, gewoon normaal. Ik vond het wel gek, want we kregen ook maar één wc-rol, dus daar moet ik nog even achteraan gaan. En helaas geen handdoeken. Ik heb zelf zo'n soort van reishanddoek mee. Maar om daar één week mee te douchen is ook niet heel fijn. Dus ik denk dat we wel nog handdoeken moeten gaan kopen. Om in ieder geval deze week te kunnen afdrogen. Ja, dus we gaan nu even naar buiten. We gaan even hier rondkijken. Even kijken wat Cairns te bieden heeft. Als je in Cairns bent, moet je natuurlijk naar het gebouw waar altijd filmfestivals worden gehouden. En daar zijn wij nu. Dus we gaan even rondkijken waar al die mensen staan. En even een foto maken. Oh ja. Kijk. Met de rode loper. En de beroemdheden. Zogenaamd. Wel leuk. Heel veel mensen daar op het strand. We zijn nu bij een bekende ijssalon, maar je hebt hier zoveel smaken. Drie vitrines. Daarachter heb je nog een vitrine. Zoveel smaken. Ja. En ook wel. Hè? Is het vanilla en de liefst? Ja, maar ik weet niet meer wat. Je hebt roos, violet. Allemaal bloemensmaken. Zoveel. Oeh, een fel roze. Oh, dat is chewing. Oh, camera komt hier niet roze open. Ik heb zelfs gember. Ik heb een cappuccino. En zo ook. En die andere is van hier met nog iets. Wat was dat? Ik weet het niet. We hebben net door deze lange winkelstraat gelopen. Hij was echt oneindig lang. En we hadden maar één kant gekozen. Dus die andere kant hebben we nog niet eens gelopen.
En nu is hier een hele mooie reuzenrad. We gaan zo richting Old Town lopen. Kijken naar wat kleinere zaakjes van die boutiquejes. Dat vind ik meestal wel leuk dan van die grote winkels. Want die heb je gewoon in Nederland ook. Of we moeten leuke merken zijn. Hier is het wel echt mooi. Ik weet niet, als ik een reuzenrad zie, dan geeft het altijd zo'n ander gevoel of zo. Ik vind het gelijk heel leuk om te zien. Zo ziet Cannes Old Town eruit. Wel een beetje anders dan die van Nice. Die van Nice was nog gewoon allemaal nog kleiner. Echt van die mini boutiques. Dit zijn wel echt nog winkels. Maar misschien als we verder lopen. Maar toen in Nice was het niet zo leuk, want toen regende het een beetje. Hey, we zijn langsgelopen. We zijn met dit zaakje langsgelopen, want we wouden eerst koffie gaan drinken. Ik wou nog op internet kijken waar. Toen zagen we dit. En ja, super mooie taartjes. Doen we ook echt gelijk denken aan mama. Ik weet niet wat ik ga nemen, want ik wil ze allemaal. Chocola. Toch maar gekozen voor deze met de vijgen. Ziet er zo goed uit. Een hele mooie taartje. We zijn in een restaurant, maar er is niemand die ons helpt. En er zit ook niemand in het restaurant, terwijl het wel 8 uur is, dus het is niet bepaald vroeg. En er zijn wel heel veel beroemdheden hierheen gekomen. Maar ik vind het al zo raar dat er niemand is. We hebben ons eten. Ziet er heel goed uit. En ook nog dumplings. En de smaak is ook echt super goed hier. We snappen niet dat het nu niet druk is. Het is ook zaterdag, dus heel raar. Maar ja, we gaan nu lekker eten. En de dumplings, dit gaan we nooit opkrijgen. Goedemorgen allemaal vanuit Cannes. Weer een nieuwe dag. Het lijkt elke dag warmer hier. Ik zie niks door de zon. Maar we zijn onderweg naar de haven. Want we gaan met de boot naar een eilandje hier in de buurt. Als het goed is heet het Sainte-Marguerite. Marguerite? Zoiets. Sainte-Marguerite. Nee, geen A. Ik denk Sainte-Marguerite. In ieder geval, we gaan daarheen. Ik heb een rugzak vol, want ik hoop daar te kunnen zwemmen, te snorkelen. Daar heb je ook een onderwatermuseum. Dus dat lijkt me heel erg vet om te doen. Weet ik niet. Daar gaan we dus nu heen. En we wonen nu daar verderop. Het is zo een beetje naar beneden. De heenweg was best wel zwaar met onze koffers. Maar eigenlijk wonen we echt heel dicht bij het centrum. Geen woorden om te zeggen hoe warm ik het heb. Dus dat kunt het steeds, maar. Nee, ik vind het niet. Zo maakt net een bureau. Ja, kijk eens. Hoe daar. We zitten nu op de boot, wachten op vertrek. Maar we zitten wel weer lekker in schaduw, want het is echt te warm. We gaan nu. En deze wind is zo lekker. Wow, het water is zo helder, hè? Zag je vis? Ja. We zijn aangekomen in Sainte-Marguerite. Alleen we gaan nu uit van het ergste, want ik denk niet dat er kluisjes hier zijn. Zo ziet het er hier in ieder geval niet uit. En we hebben best wel veel spullen mee. En ik heb natuurlijk ook een camera en zo'n tas. Die moeten we niet zomaar ergens neerleggen. Dus als er geen kluisjes zijn, dan gaan we helaas niet zwemmen. Maar we gaan het zien. Zo ziet het eruit. Heel dit stuk gelopen. We zijn nu bij Fort Royal. Kijk, waar vroeger werd geschoten. Of vanuit hier dan. Even kijken wat voor uitzicht we hebben. De zee en Cannes aan de overkant. Het water is echt helder. Chill man. Kijk, iedereen is hier lekker aan het zwemmen op het strand aan het liggen. Het staat hier. Ik weet niet. Maar ja, er is geen kluis. Iemand kijkt me heel raar aan. Nou, dit eiland was een beetje een tegenvaller voor ons. Want je had hier niet zo heel veel. Het is echt alleen maar zo. Boven alleen maar bomen en zo. En dan kan je er zo'n rondje omheen maken. We hebben een half rondje gedaan. We gingen even naar het fort daar. Die kan je vanaf hier ook zien. Helemaal daar in de verte. En dan heb je aan die kant nog een soort van stranden. Daar zie ik ook allemaal mensen zwemmen.
maar wij zijn er niet echt op gekleed. Ik heb sowieso nog geen zwemkleren aan. Ik heb ze wel meegenomen. En ja, zo heeft ook die tas mee. En ja, ik vind mijn camera niet zo erg op zich, want iedereen doet ook gewoon zijn telefoon in de tas. Dus ik vind dat ik dat ook gewoon kan doen. Maar ja. Kan je nog recht lopen? Ja, wat hoog hoog aan, ja. Zo had Virgin Mojito besteld. We gingen net daar eten bij... Wat heb ik zo overbelicht? Oké, nu is het beter. We gingen Thais Vietnamese en zo eten. Nou, we aten Vietnamese, maar het was ook Thais restaurant. Van alles en nog wat. Welke kant op? Oké, ik volg mij maar. Maar ik vroeg hem zo, ik wist even niet meer dat het Virgin heet, als het zonder alcohol is. Dus ik vroeg gewoon een mojito zonder alcohol. Dus hij zei Virgin mojito. Ik zei ja. En ik zag al tijdens het eten dat hij een beetje rood begon te worden. Ik zag het al, hè. Maar ik dacht, ja, gewoon door de warmte en zo. Want hij zei net ook al, ik vond me niet heel lekker, gewoon door de warmte ook. Dus we gaan nu ook naar huis. Maar hij begon zo rood te worden. En op de rekening stond gewoon mojito. En op een gegeven moment vroeg hij aan mij, zat daar geen alcohol in? Ik voel me zo rood, zo warm. En nu, ja. Heeft hij een mojito op, terwijl hij nooit drinkt. En dan door de warmte voel je dat altijd extra. Ik heb dat na één wijntje al. Dan voel ik gelijk de alcohol super erg. Maar we gaan nu even iets kopen. Even handdoeken halen. Want we hebben geen handdoeken gekregen bij het appartement. Dus ik had alleen twee van die reishanddoeken mee. Maar ja, die zijn niet heel chill. Dus we gaan even handdoeken halen. En afwasmiddel. Dan lag er ook niets. En dan richting het appartement. Wat een waar. Die ideeën. Ja. Kijk, hier doet gewoon zo. We zitten nu bij een heel leuk restaurantje aan het strand. We zitten echt zo naast het zand. En we zitten bij Oké Kok. Straks gaat de zon onder, dus dan wordt het echt super mooi hier. We hebben net een heel lang dutje gedaan. Ik denk een uur tot anderhalf uur. Maar zo voelt zich gelukkig niet meer ziek, dus dat is fijn. En nu gaan we hier lekker eten. En zonder alcohol dit keer. Hij heeft een love on the beach. En ik heb een cosmopolitan. Ja, is bij de kantoor. Fijn dat ze met alcohol. Eten is er en ziet er super goed uit. We hebben als voorgerecht zo'n plankje met allemaal ham en zo en kaas. Oké dan, super lang gewacht na ons voorgerecht totdat ze het kwamen ophalen en dat we onze hoofdgerecht kregen. Ten eerste, ik heb niet de goede gerecht voor me, dus ik krijg nu een nieuwe, want ik had beef besteld. En Sol had een hele dorade besteld, maar hij krijgt letterlijk gewoon alleen de dorade. Hij krijgt echt gewoon dit. En die van hem kost dan, hoeveel was het, 39 euro toch? Volgens mij wel. 38 of 39. Nou, ik vind dat echt heel duur voor 1 dorade. Maar ja. Oké, foutje van mij. Ik heb dit dus wel besteld. Het is dus ook beef, maar het is kalf. Ja, het is dus kalfsvlees. Maar het is gefrituurd. Ik had het in ieder geval anders verwacht. Ik dacht dat ik gewoon een stuk steak kreeg. En ja, zo gaat deze nu ontleden. In ieder geval, we gaan het nu opeten. Ik hoop dat het gewoon lekker is. Geen idee wat hij aan het doen is. Oh, ik mag niet filmen. Vier. Oh. Alleen maar vier. Alleen maar vier, hè? Ja. Kapot. Ja. Ik heb hem daar. Ik kan niet, hè? Ik kan echt niet. Je weet het niet, hè? Nee, ik kan echt niet. Oh, dat is echt zwaar. Ik dacht smakkelijk. Deze kan wel. Nee, deze kan eigenlijk niet. Hetzelfde. Deze kan wel. Ja, je weet het niet, hè? Maar dan moet ik hem meer tillen. Ja. Echt zwaar is dat. Nu in de avond is het weer echt super mooi. Gekleurde reuzenrand. Als je hier vanaf de haven naar de stad loopt, kom je echt op een heel gezellig straatje. Met allemaal etentjes aan één kant. En dan natuurlijk het reuzenrand aan die kant.
Maar je hebt ook allemaal van die kraampjes. Met veel zelfgemaakte dingen. Dus dat is wel leuk om te zien. Maar zo moeten we altijd lopen als we richting het appartement gaan. Dus vandaar. Dus we wouden een ijsje gaan halen. Maar je hebt daar een ijszaak. Je hebt daar een ijszaak. Je hebt daar een ijszaak. Je hebt hierachter een ijszaakje. Ik kan overal wel ijs halen. We hebben dus nu een ijsje gehaald. Ik hoef niks. Maar richting huis.